Vrijgevochten priester handelt een man af in de biecht. Een vertaling van Renegade Priest Deals with a Man During Confession van Jon Rappoport van 10 november 2021. Voorgelezen door Hendrik Smit. Kerkgangers hadden de neiging om vader John O'Connor te vermijden. Hij stond bekend als prikkelend, zelfs confronterend. Vandaar dat enigszins de angst om het hart sloeg van Paul Smith toen hij de biechtstoel naderde en daar vader John zag staan. Zijn gebruikelijke biechtvader verzuimde wegens griep. Eenmaal binnen vroeg vader John: "Wat kom je hier doen?" "Om een biecht te doen." "Dat snap ik, maar waarom?" "Mijn zoon, 11 jaar oud, hij wil niet naar school." "Want?" "Hij wil niet die naald in zijn arm. Hij heeft geen zin om te luisteren naar zijn leraar over transgenderisme. En hij vindt het niks dat de leraar blanke leerlingen uitmaakt voor racist." "En jij?" "Ik vind het ook allemaal maar niks. Maar ik weet me geen raad. Mijn zus vraagt zich af of ik geestelijk wel in orde ben. Ze wil dat ik met een psychiater ga praten." "Wil je dat?" "Ik weet het niet." "Wat zou de diagnose zijn?" "Ik weet het niet." "Depressie, bipolair, ODD?" "Ik weet het niet." "Je weet niet wat je aan moet met je zoon. Betekent dat het je geestelijk niet spoort?" "Misschien." "Dus je twijfelt?" "Ja." "Wat wil je dat ik eraan doe?" "Mijn biecht afnemen en vertellen hoe ik vergiffenis kan krijgen." "Als ik dat doe, helpt dat dan?" "Ik hoop het." "Hoe dan?" "Dan voel ik me opgelucht." "Waarom?" "Omdat u mij de biecht heeft afgenomen." "Wat gebeurt er als je je zoon definitief van school haalt?" "Dan zal ik een andere school voor hem moeten vinden. En in de buurt en op mijn werk, ze zullen het doorkrijgen." "Mensen zouden weten dat je tegen het beleid van de school bent." "Ja, ik wil geen onrust. Mijn baas ziet me misschien als een rebel." "Wat vindt je baas van de problemen rond je zoon en zijn school?" "Mijn baas heeft een familielid in het bestuur van de school. Ja, hij gaat er maar mee akkoord." "Zou je ontslaan?" "Dat zou eventueel kunnen. Hij zou me zeker overslaan voor promotie." "Dus je ziet jezelf in de tang zitten?" "Ja, ik zit tussen 2 vuren. "Wat vindt je vrouw?" "Ze wil dat ik onze zoon van school afhaal." "Is ze uitgesproken?" "Ik vind van wel." "Is er nog andere familie betrokken?" "Mijn broer, hij is helemaal voor het vaccin." "Leef je in angst?" "Pardon?" "Leef je in angst?" "Nee, ik bedoel, ik zie het wel eens angstig in, maar ik weet mijn evenwicht te bewaren." "Je evenwicht. En hoe gaat dat met je geloof, bedoelt u?" "Waarin vestig je je geloof?" "De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de Kerk." "En wat doet dat geloof voor je?" "Ik begrijp het niet." "Wat krijg je terug voor alle moeite?" "Een gevoel van orde en vrede." "Met andere woorden, je kunt je leven leiden zoals normaal, maar met het gevoel van veiligheid als een soort bonus." "Mijn geloof voert verder dan dat." "Hoe dan?" "Het idee dat er een leven is na dit leven." "Waar ben je dan in dat volgende leven?" "Hopelijk als geredde ziel in de hemel." "Even, in de tussentijd, tot dat moment, hier op aarde. Wat doet je geloof verder voor je, behalve het geven van een gevoel van vrede?" "Wat bedoelt u?" "Is er nog iets anders wat je geloof je biedt?" "Ik vertrouw op de kerk, dat geeft me hoop." "Hoop bijvoorbeeld, is die voor de mensheid niet compleet verloren?" "Ja." "Zou je zeggen, alles bij elkaar, dat je veel hebt aan je geloof?" "Uiteraard." "Wat vraagt je geloof van je?" "Wat?" "Los van de vruchten die je plukt, wat zou je moeten geven?" "Ik geef aan de kerk een jaarlijkse donatie." "Dat is het dan?" "Zegt u dat ik meer moet geven?" "Ik stel alleen vragen. Geeft je geloof je kracht?" "Ik weet het niet. Hoe zouden we dat doen?" "Dat is mijn volgende vraag." "Ik weet het niet. Ik zocht nooit kracht. Vader, waar gaat dit heen?" "Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Geeft je geloof aan dat je iets moet doen?" "Iets doen in welke zin?" "Nou, daarbuiten heb je een probleem. Je zoon, de school, hier heb je je geloof. Ligt er een brug daartussen, een brug die je over zou moeten?" "Oh, ik zou het niet weten." "Als we kijken naar dit probleem van je zoon met zijn school, wat denk je dat je zou moeten doen als man, als vader?" "Dat is het hem nou, ik weet het niet." "Met andere woorden, je bent bang." "Nou, ik heb tot God gebeden voor advies, maar ik kreeg geen antwoord." "Waarom denk je dat hij niet heeft geantwoord?" "Ik weet het niet." "Zou het kunnen dat hij wil dat jij uit jezelf iets gaat doen als een man, voordat hij iets van zich laat horen?" "Is dat het standpunt van de kerk?" "Ik betwijfel het. Misschien vroeger. Moeilijk te zeggen. We zitten hier wat te praten, jij en ik, 2 mannen. "En als u naar me kijkt, vader, wat ziet u dan?" "Ik zie wat je ziet, als je naar jezelf kijkt." "Maar ik weet niet wat ik van mezelf moet denken." "Ik geloof dat je dat wel weet." "Echt?" "Ja, en ik geloof dat je dekking zoekt. Een uitvlucht, alibi, excuus. Je wilt de kerk als steun gebruiken, als een kruk." "In bepaalde zin, dat is toch wat de kerk is. Niet een valse kruk, maar een echte. Iets om uiteindelijk op te leunen. Want de kerk is verbonden met God. En dus kan je het nemen van maatregelen in het belang van je zoon uitstellen. Je kunt op ons rekenen. Je hoeft niet tegen het kwaad op te treden en vanuit jezelf moed te tonen. De kerk dekt je wel. Dat klopt voor mij niet. Misschien moet ik harder bidden en met meer toewijding mezelf totaal overgeven aan Gods wil. Waarom heb je dat nog niet gedaan? Het is een grote stap. Het lijkt erop dat je zegt dat alles een grote stap is. En zulke stappen buiten je bereik zijn. Dat lijkt me niet Gods probleem of dat van de kerk, dat lijkt me jouw probleem. Ik praat niet namens de kerkvader, dat weet ik. Heel weinig mensen in deze kerk luisteren naar wat ik zeg. Hoe dan ook, als ik hier met je praat, dan zie ik een open stuk in je. Het is een mooi open stuk, een aardig open stuk, een ernstig open stuk. Ik denk dat je dat stuk in jezelf hebt ontwikkeld. Je zorgt ervoor alsof het een tuintje is. Het maakt je onbekommerd. Tenminste, dat denk je. Tot er iets gebeurt met je. Of in dit geval met je zoon. Dan kom je hier voor een uitweg. Je wil vergiffenis, absolutie. In plaats van moed kom je hier voor een smoes om niks te doen. Misschien heeft u wel gelijk, vader. Volgens mij weet ik dat ik gelijk heb. Wat moet ik dan doen? Zoek een inweg naar deze ellende met je zoon. Geen uitweg. Zie je geloof niet als een eindpunt, maar als een startpunt. Handel ernaar. Treed op. Toon moed. Hoe? Er is geen hoe. Zelfs als je je leven aan God geeft, dan moet je nog steeds wat doen. Kan hij het niet doen voor me als ik in hem geloof? Maar hij kan alles doen wat hij maar wil, maar wat ga jij doen? Ik ben maar een eenvoudige man. Eenvoudig? God gaf je vrije wil. Denk je dat God je dat heeft gegeven zodat je het kunt verkwanselen? Neemt u mij de biecht af, vader? Dat doe ik bij ieder woord dat je spreekt. Maar ik verschaf je geen uitweg. Waarom niet? Omdat je doet alsof je onnozel bent. Als dat is wat God wilde dat je deed, dan heb ik totaal niets begrepen van waar deze kerk voor staat. Ik zoek vergeving. Werkelijk? Dat is iets wat geen mensje kan bieden. Zondaars gaan naar de kerk, ze willen vergiffenis. Je denkt dat dat zo simpel is. Als het gezicht van de mensheid door een legerkist wordt vertrapt en de man doet er niks aan, dan moeten wij als kerk vrijspraak geven en volhouden dat we in Gods naam handelen. In de naam van Jezus Christus die zichzelf opofferde aan het kruis. Nou, hier is het de priester die daar niet aan meedoet. En trouwens, ik ken enkele protestantse kerken die open bleven tijdens de lockdowns. Ze namen het op tegen de autoriteiten, maar ze zijn er trots op dat ze open bleven. Voor welk nut gaven ze een zondagsdienst? Riepen de priesters hun kerkgangers op de straat op te gaan, om te betogen tegen de lockdowns? Riepen de priesters hun kerkgangers op om hoe dan ook hun ondernemingen open te houden? Nee. U gaat te ver, vader. U vraagt te veel. Dat is mijn werk. Hoe ver gingen de eerste christenen in het verdedigen van hun geloof tegen de tirannen in hun tijd? Om wat hebben ze hun leven geriskeerd? Zodat jij een gemakkelijk leventje kunt leiden en eindeloos met jezelf kunt overleggen wat het oplevert om je zoon van school te halen. Zodat je in alle gemak kunt vergeten wat moed is. Zodat je een manier vindt om in een moreel vacuüm te leven. Nou, wacht eens even. Ik ben van het type vroege christen. De inzet toen en de inzet nu zijn hetzelfde. Ik tracht te leven alsof ik zojuist Jezus in persoon heb horen preken. Alsof ik geïnspireerd ben om mijn geloof te dragen tegen alle pogingen het te verstillen en neutraliseren. Klaarblijkelijk functioneer ik onder uw niveau. Nee, jij functioneert onder je eigen niveau. En je oplossing is dan maar om te doen alsof je niet weet wat dat niveau is. Dus je komt hier bedelen. Je wilt een zegen voor je zelfbedrog. Je wilt dat wij je vergiffenis geven voor het verstoppen van alles wat je voor jezelf wilt verbergen. Ik herinner me niet dat Jezus zei dat iemand zijn geweten moet uitschakelen. Met de lockdowns en de maatregelen wordt getracht je het recht te ontnemen om je brood te verdienen. Ze proberen de gedachten van je zoon te kapen en je beweert niet te weten wat je eraan moet doen. Nu kom je naar mij om je wonder te verzachten. Tot ziens, vader, ik moet er vandoor. Wat jammer, want ik was nog lang niet klaar. Dit was Vrijgevochten priester handelt een man af in de biecht. Een vertaling van Renegade Priest Deals with a Man During Confession. Door Jon Rappoport van 10 november 2021. Voorgelezen door Hendrik Smit.